Zo, welkom allemaal. We gaan weer verder met Pokémon Violet, de DLC. DLC van de Teal Mask avontuur. Ik weet niet hoe lang we moeten proberen ook alle Pokémon's te vangen die er zijn. Alle evolutjes. Dus ik ben heel erg... Oké, wat gingen we ook weer doen? Oh ja, ik moet naar... Moet ik eigenlijk heen? Oh ja. Moest ik ook weer heen? Oh ja, ik moet die nog een vecht doen. Deze. Dat is helemaal aan de andere kant, hè? Maar dan kan ik hierheen vliegen. Kijk, ik kan hier vliegen. Vlieggevecht moet ik nog doen. Ik weet alleen niet... Oh, sorry. Even met de... Hi. Maar ik zie ergens achter. Moet rijden. Het is hier omhoog. Daar is hij gewoon. Let's go. Die moet ik alleen nog verslaan. Dat is mega. Ik weet alleen niet wat zijn zwiepme is. Volgens mij is het... Ik moet even nagaan. Even trekken, pils. Dat is bijna. Zijn defense gaat daar wel heel erg naar beneden. Dat gaan we nu redden met... Close combat, hè? Dat kan helemaal dingen slopen. Gaat omhoog. Dat gaat wel heel erg naar beneden dan wel, hè? Special units. Je moet iemand hebben met een hele goede defense. Go on.
Dat is nog 52, dat is prima. En er wordt niet poison. Gaan we nog maar naar beneden. Effective. De earthquake. En ik denk dat dit ook nog vrij effectief is. Ja, die sloopt je met close combat. Oh my god, hij stopt in mijn 10, joh. Hij kan het gelukkig maar 5 keer gebruiken. Ik moet deze terrestrializen. Dan gaan wij gewoon dik doen. Anders loopt hij me met close combat. Ik ga hem 4 keer gebruiken, maar ik ga hem niet meer 1 keer gebruiken. Een beetje mis. Oh, ik zal hem even gelijk goed zetten. Zo. Ik hoop dat het nou goed is. Dik. Oh, hij heeft hem al geblos. Tuurlijk, we gaan terug naar de village. We kunnen gewoon gaan vliegen hoor. We kunnen ook een keertje gaan doen dat we alleen shiny gaan hunten. Oh, dat zou vet zijn. Thank you.
het wel voor hielen. De logo is in Jan al, dat zie je erop staan. Op die... Oh ja, dan moet ik eerst hier heen vliegen. Dan moet ik naar boven natuurlijk. Let's go. Live. Hier gaan we overheen. Pekko. Norbert. Judoot. En dan zijn we weer bij zijn oom. Zo. Is goed. Kom maar met die battle. Goed hoor. Tuurlijk niet. Gas heeft geen nut bij deze. Dat vind ik wel goed. Ja, dat is oké. Ja, ik kan clean zijn. Ja, dat is niet clean. Maar je SSP is niet zo'n hele sterke aanval. Dus ja.
Ja, dat heeft geen nut, want gastype heeft geen nut bij mij. Heeft geen effect gastype. Echt ideaal. Ik denk dat is natuurlijk ook wel gras. Laat hem even staan. Het is ook een draaktype, merk je. En ik ben weer helemaal vrij. Ja, dat heeft geen nut. Ik kan Mariscara doen. Nee, Mariscara. Hij start de Pokémon. Shibom. Ja, dat heeft geen effect. Dan moet je sneller zijn met een badminton. Hij is niet zo heel slim. Ja, mega. Dan gaan we hem naar... Kan ik hebben. Ik krijg ook nog HP voor terug. Dit is echt een sterk. Sterk avond. Dit overleeft hij wel. Ik weet alleen niet van welke punt. Oh, hij is weer sneller dan ik. Super snel. Wat die sneller is, weet ik niet of dat gedragen moet. Ik ben een volle stol, denk ik, maar doen. Dat is natuurlijk een stinksoort. Ik hoop dat ik sneller ben. Een noodpes is een grondsoort en is een stinksoort, maar ook een grondsoort. Dus ik hoop dat Fai iets doet. Het is een fighting in hem. Het is natuurlijk een stinkstyle. Ik snel. Ja, dat is ook een grondsoort. Dus ik denk dat fighting meer doet dan... Ik ben wel sneller.
Is dit een gas ooit? Dan hou ik het wel op. Even 7. Tuurlijk, ik wil het vangen natuurlijk. Welke type? Het is volgens mij een gas-dark type. Hij is wel leuk. Ik moet hem ook niet verslaan, dus dan op de eerste level 7. Wat terre tijd. Het is vuur. Volgens mij wordt het vuur. Moet ik eerst een terre type. Flame is vuur, ja. Gaan wij, Moet ik eerst een masker natuurlijk doen, hè. Ah, oh, dat gaat niet. Deze terretijd afwerpen. Even kutsch. Heb ik het een goede voor? Dan komt die water. Ik heb een gasaanval. Ik weet niet of die goed werkt. Dat doet pijn als ik hem mis, joh. Hij is krassie te ringen. Is dit nou voor tentaal?
Stone. Steen. Denk ik. Ja, doe dan maar aqua tail. Oh ja, dan ben ik dus. Bom. Die doet pijn. Dat is wel een hele vette man. Die bom. Die is wel super sterk, die move. Mask. Dus dan kan ik daar Bulk Break voor doen. Superblade. Doen we dan een pokeball dus. Nou heb ik deze gevangen. Ja, dit is een gans. Maar hij heeft een super sterke move. Die ene is echt heel vet. Dan kan je elke keer verwisselen als je welke wilt gebruiken. En volgens mij is dit de eerste stuk. En is het nou voorbij? Ik weet het niet eens wat we hierna moeten doen. Naar huis. Ik weet niet wat we kunnen doen. Is dit de eerste DLC? Er komt nog een DLC uit. DLC. Ja, dan ben ik weer vol. Oké. Okay. Plaza? Om buiten. Ik heb geen idee. Ja, hier meteen.
de looie plaatsen. Ja, hij is nu 70. Oh, moet overigens in mijn team hebben. Wie moet ik dan eruit gooien? Ik doe even dagspin eruit. Want die heb ik niet voor nodig. Want deze heb ook bloed 2. En deze heb ook bloed 2. Zo. Oh, hij is alleen leeg. Even een full restore erop. Ik laat hem wel in het begin even kijken wat ik kan. Is zo effectief. Maar best sneller. Dat heb ik niet zo in te doen, want krijg ik om het donders. Ik moet dan wel even switchen naar... Van Stichel Bel. Lieve Annie. Ja, doe maar. Het is een gasttype. Zo heel fijn. Ja, laat me staan.
Ja, dat doet pijn. Ik ben ook een ghost type daarop. Ja, blijf maar staan. Ook een 6 weet ik niet hoe dat. En dat doet pijn. Dit is ook pijn. Ja, maar we verder op de pomp. Dat was het. Nou weer. Natuurlijk. Even de oplader pakken. We kunnen hier over het hek heen springen. Kijk. We gaan naar beneden vliegen. Ook handig, hè? Eerst even safe. Oh, ja, we zijn nou. Was dat de avontuur dan? We gaan weer terug naar huis.
Tuurlijk. Ja. Oh. Dat was onze DLC, maar we gaan natuurlijk hier de hele Pokédex compleet maken. Proberen. Ja. Yeah. Of is er niet af? To be continued. En dat is van part 2, denk ik. Dus we laten het lekker hierbij. Nou, misschien gaan we nog wat dingetjes doen. Even kijken hoor. Wat we nog kunnen doen. Nou, even healen. Wat voor dingetjes kunnen we nog meer halen? Ik kan hier ook shiny gaan hunten. Maar laten we ook onze... kijken. Pokémon gaan upgraden. Wat we hier kunnen doen is nog meer Pokémon's gaan halen bijvoorbeeld. Ik moet sowieso... naar hierachter denk ik. Ja, want je hebt iets nodig hier. Hoppa, spring over het water. Ja, wel niet. Jemma's. Koffies. We kunnen ook trainers gaan verslaan. Laten we ook wat trainers gaan verslaan. Want dan kunnen we hem nog gaan upgraden. Bodyweb. Oh ja, die wil ik ook nog hebben. Een stek aanval, hè? Ik ga maar even... Oeh, daar. Daar staat Bodyweb. Die wil ik hebben. Maar ik weet niet of ik die al heb. Oh, ik had beter een ander kunnen doen. Dat maakt niet uit. Ah, we hebben nog even.
waarom ga ik daar eigenlijk heen? Dat is een vraag. Nou, dat gaat niet. Nog een super potion. Ja, genoeg super potion. Nog één super potion op en dan heb ik nog. Heb ik al een body bag? Dan kunnen we twee dingen doen. Een body toad. Maar dan moet ik ruilen, volgens mij moet ik body toad. Ik moet echt een nieuwe aanpak, denk ik weer. Nee, en dan sloop ik hem waarschijnlijk. Oh, ik kan gewoon een pokémon, maar dat maakt niet uit. Stay back, catch ya. Steeds, ja, precies. Ook moet ik aan het opslaan trouwens. Als ik wel van hier kan. Van boy. Ja, hier moet ik bezig. En hier in dit shopje moet je apple halen. Want dan kan je iets aan. Kijk. Dan kan ik. Heb ik het? We gaan deze gevangen, joh! Oké, dan gaan we hem vangen. Terug waar we vandaan komen. Ik heb hem nog ineens gevangen, man. Kan je een plint gaan even leren? Je moet dan wel naar de Apple Forest. Kijk wat de app erin vinden. Cervado, Fomantis, Cervado. Oh. Oh ja, hij zit in de bomen. Deze pebbe. Doe even Hyperforce. Maar dan ook de boze grappes. Dus ik heb me laten evolueren.
Maar ja, dan moet ik ook nog de andere twee gaan hebben. Is dat een waar vraag? Waar zit die? Ja, ik heb natuurlijk ook een taartappel. En dan gaat hij evolueren. Dus je moet die syrup kopen bij dat dingetje. En dan evolueert hij naar een... Dip. Een dipling. Nog de taartappel, dus als ik er nog een vind. Dan wil ik hem heel graag hebben. Ah, ik vind hem nog niet. Gaan we deze ook even vangen? Oh, maakt helemaal niet uit. Dan gaan we deze daar evolueren in een Ecoton. Even Jan, een van de Jannen. Maar dat weet ik niet. Doe maar even een dubbelet of zo. Dan gaan we deze ook even proberen. Die evolueren in een andere. Pux, denk ik. Ik weet niet of dat zo werkt. Sweet apple. En ik heb ook een tart appel. Dus ik kan er twee. Noem maar eerst een sweet appel. Dus ik moet er nog een hebben. Dit is een Appleton. En ik heb ook een taartappel. Een taartappel kan ik mijn flapping even weer. En dan moet ik even kijken waar ik weer... Nog een appel ligt. Die zijn echt heel veel. We gaan er zo even doorheen lopen. Oh, ik heb niks aan zien. Loop ik tegen niks aan dan? Oké.
Nee, ik wil gewoon weg. Ja, het maakt niet uit of hij doodgaat. Ik wil gewoon weg. Een idee. Die zit er nog aan. Ik zie hem al. Dan gaan we deze ook even vangen. Gaan we die in een tartappel. Dan wordt het een flappy. En dan stop ik hem in. En dan ga ik in mezelf, in mijn vrije tijd, ga ik dan deze Pokémon want in de main set volgens mij kan je dan alleen maar eentje krijgen van één appling. En dat doen we nu. En die geven wij een tartappel. We hebben hier een tartappel. We hebben zoveel tartappels. Sweetappel, tartappel en een siroopappel. En nou wordt het de flappel. Ze heb ik die ook compleet. Wing attack. Zo. Even kijken welke volby ik weet niet of ik het kan vinden. Maar dit moet ik allemaal nog doen. En dit kan een... Haha. Hoe is het, Fijn? Oké. Kijk, en dan zie je hier wat je allemaal kan vinden. Oh, ik kan hier ook een dinges vinden. Maar we gaan weer terug. We gaan lekker ophouden. Want dit was de hele DLC. En ja. En dan gaan we ooit weer verder met de tweede part van dit gebied. En tot de volgende keer. Maar ik ga even healen. En ik ga zelf wel dingen gaan trainen. Pokémon emoties. Oké. Dan tot de volgende keer maar weer. Bye bye. En zie je vanzelf weer als we verder gaan met de DLC part 2. Tot dan. Bye.